Goedemorgen, Elvis hier, mijn vlag nummer 46. Ik ga vandaag, het is maandag vandaag, ik ga tot en met vrijdag naar Rome. De reden is, eigenlijk het is een cadeautje van mijn oma. Zij is vorig jaar 80 geworden en als verjaardagscadeau hebben wij haar een reis naar het Vaticaan gegeven. Omdat zij altijd al naar het Vaticaan wou. Dus mijn zus, haar vriend en ik, zei de gek, gaan dus met haar mee. Ja, best wel spannend, want dit wordt voor het eerst dat ik ga vliegen. Tevens ook voor mijn oma is het ook voor haar de eerste keer dat ze gaat vliegen. Ik heb er zin in, dus ja. Ik zie je straks in Rome of misschien nog even in een vliegtuig. Zo, zitten we ondertussen in een vliegtuig. Ik ga van vertrek. Zenuwen, ik ben nog niet zenuwachtig. En oma, wil je nog eventjes hallo zeggen? Hallo, fijne reis. Doei doei. En hoe voel je je nu op dit moment? Hoe voel je je nu op dit moment? Hartstikke goed. Zo. Mooi rustig. Bevalt mij prima. Nou, zo genoeg. Wil je nog een snoepie? Ja, ik wil een snoepie. Mentos of kogel? Mentos. Nou, ik ben tot nu toe. Ik had pas verwacht dat ik nu al zin had. Zo zei. Ben je ook een lekker snoepje? Ja. Ja, bij mij niet, maar ik weet niet hoe dat me kunt. Nee. Want nu lust je snoepjes of kogel. Maar... Ik lust wel een snoepje. Dank je. Zie je straks misschien nog even in de lucht. Ja, dus zo. We zijn nu aangekomen in Rome. Want ik heb een abgefikte honger. Ja. Rick is even treinkaartjes aan het regelen. Dan ga het verder zien. Of wil ik hallo zeggen? Hallo, we zijn nog geland. Veilig en wel. Veilig en wel. Jij ook? Nee, alsjeblieft niet. Oké. Dag 2, ik zal eventjes ons appartementje filmen. Super. Hier kwamen we binnen. Ons appartement hier is de kast. Hier hebben wij nog een wc. Wasmachine. Hebben ze dat geklaard? Ja, dat is wel. Ook een kast. Hier is de keuken. Hier is slaapkamer 1. Waar zit die lampknop eigenlijk? Oh ja. Hier slaapt mijn oma. Zie je wat? Dat is gekomen met het conceerbus. Ik slaap op de. Op de. Slaapbank. Hier slapen Nathalie en Rick. En dan hebben we hier ook nog de douche en de wc. En Rick. En Rick, inderdaad. En een of andere voetenbadje of zo. Ja, dat is inderdaad om je voeten te wassen. Maar van jij dacht dat je daar bij je kogel was. Dat was eigenlijk een gekheid. Nee, het zijn maar 3 kamers. Oh, het Vaticaan. Fotobomb. En vertel eens om, wat vind je het hier? Maar we kunnen wel wat dichterbij daar naartoe. Ja, dat wil ik wel heen. Mooi komen. Moet die mannen hier dan met jou op boven staan? Ja, nee, maar. Ik vind die mannen die daar niet zo goed zien, lijkt mij.
al niet eens. En mijn oma geniet. Dit is een klein deel waarvoor we deze trip al doen. Geniet jij ook? Morgen gaan we nog naar binnen. Dat moeten we hier ook weer zijn, maar... Morgen ga je dit is ook een beetje test van joh, kan je dit naar binnen? Het Vaticaan. Morgen gaan we hier ook heen, maar dan gaan we naar binnen. Dus dit is buiten. Ziet er mooi uit. We zijn nu bij Trevi Fontein. Ik zal het even laten zien. Dat is allemaal met de hand hebben gemaakt, hè? Ja, laat je niet zomaar dingen zien. We zijn nu bij de Spaanse trappen. Waar een... Kikkeboe. Ik raad in ieder geval aan om hier geen Feyenoord t-shirt aan te trekken. In verband met wat die hooligan supporters gedaan hebben hier. Boel vernield. Allemaal mee hoor. Achter je Rick hoor. Komt even in beeld. Ik kijk in mijn nachtje naartoe. Maar je meen ook serieus dat al die dingen ook wel wat op hadden gestaan? Ja, misschien wel, maar dat is lang geleden er wel afgehaald. Je kan wel de before en after foto's, zeg maar. Die zijn wel op internet te vinden. Ik denk ik wel om een paar die hooligans te hebben. Ja, dat bedoel ik. Hoe die er voor die tijd uitzag en dan na de hooligans, zeg maar. Onder handen hadden genomen. Dit zijn de Spaanse trappen. Dit is Sint Angelo. Kef van mijn zuster op.
dag 3. We zijn nu bij Vaticaan. Op dit moment wordt er een mis gegeven. Wij gaan straks ook naar binnen om 11 uur. Eens kijken of ik daar misschien eventueel wat kan filmen. Of mag, überhaupt. Maar dat zien we dan wel. Mijn oma die is nu aan het genieten, of niet oma? Ja. Oma let niet op, dus die is aan het genieten. Ja. Dat je nu aan het genieten bent. Ze ziet de paus nu live. Het is wel een klein poppetje vanaf hier, maar we staan redelijk dichtbij. Het is helemaal precies het Vaticaan zo in de zon, hè? Alsof het even moet oplichten. Ja, dat weet je wel, ja. Volgens mij kun je er wel in. Nee, je kan er gewoon in zo te zien. Of zal je hem daar eruit? Dat je ergens anders erin moet. Waar zit nou aan de ja, hier kan er altijd doen van denken. Die mensen lopen er niet. Maar het kan zijn dat je daar alleen eruit mag en ergens anders er alleen maar in. Wat een volk ook. We zijn dus aan de binnenkant van het Vaticaan, hè? Waar zijn we? Is dat daar? Waar? Ja. Oh, daar. Ik zie Nathalie, die raak ik niet uit de buurt. En Ola, wat vind je van het Vaticaan? Oh ja. Mooi? Ja. En wat vind je van het verjaardagscadeau? Hartstikke mooi. Oh. Ja, ik weet dat voor kunst. Nooit gedacht dat het hier zou komen, zeker? Nee. Heel mijn leven niet. Maar nu ben ik hier. Ik leef hier. Droom die uitgekomen is. Ja, ja. En ook dat je vandaag een paus gezien hebt. Het was wel veraf, maar je hebt het gezien. Toevallig. Heel toevallig. Heel toevallig. Het was wel een klein poppetje, maar ik zag hem. Ja, op afstand, hè. Zo, we schijnen in één keer licht in mijn pakken. Zou ik hier kunnen onder de Vaticaan, jongens, zei je? Ja, dacht het wel. Film Angels and Demons ook nog een beetje voor de geestkanaal. Maar het speelt zich ook af in de Vaticaan. Ja. Kelders of zo hier naar beneden? Ja, catacomben kelders. We zijn nu even bij het Colosseum, dan gaan wij morgen naar binnen. Ja, ik zal zo meteen een foto van jullie maken. Ik zal even te snel in de buitenkant even filmen. We zijn nu ook bij Oud-Rome. Achter mij is jullie het Colosseum. Dus, zoals ik al zei, morgen vroeg gaan we dan naar binnen. Of morgenmiddag, in ieder geval morgen. Geeft een leuk plaatje toch vanuit in het donker.
Mooi, ook voor foto's vind ik dat ook mooier. Foto's zijn tevens te zien op mijn Facebookpagina. 11ALF. Ik heb er wel een paar genomen. Rick. Wat is er met Rick? En Nats en oma maken nu een foto. Heel erg vriendelijk. Dag 5, herstellen dag 4, Rome. We zijn nu in het Colosseum. Oma! Oma! We moeten dit kant. Pas op, denk ik. Wij hebben al een kaartje. Dus straks zie je voor eentjes naar de binnenkant een beetje wat filmen ofzo. Natalie, die je temporiseert. Ja. Dit is een boven. Ja. Oh, dit is wel echt gestart zeker. Boven. Misschien kijken wat die buiten vast. Dat er een hoofd al wat in de minus waren, en dat ze dan even trouw zo'n soort van heel veel werk er ook niet meer van. Barbaar. Je moet er allemaal mee zien met haar. Boos opgehaald op verschillende plekken. Op het strijdsgebouwde. En dan kon er een wild dier in zitten, wat onder het toneel liep. Het kon in één keer zijn dat er kwamen de vier plateaus omhoog en dat in één keer twee tijgers erbij kwamen. Ja. En dan moest je tegen die tijgers vechten en tegen elkaar. Maar deze met tijgers, leeuwen, apen hebben ze ook geprobeerd, maar dat was niet zo'n succes. Ja, eigenlijk wel. Maar die aap was niet zo'n succes, want die sprong ook het publiek in. Oh ja, is ook zo, ja. Dus je ziet ook wel bij die openingen, of de afgedekte, daar zitten gaten in. Er stonden soldaten onder met speren. Als er toch een of zo'n vechter of een wild dier erdoor kwam, hup, die speer omhoog en was het alsnog dood. En ze hebben een tijdje geëxperimenteerd van we zetten hem ook deels onder water, dan kunnen we ook krokodillen. Maar dat was niet zo'n succes. Nee. Maar dit was dus, ze hebben nu een klein stukje nagebouwd, maar dit was gewoon helemaal één dichte vlakte. Als ze dan vochten. Ja. Wat je daar nu op? Ik dacht dat het dieper was, die gevechten en zo. Maar die onder die werklui, dacht ik. Nee joh. Alleen, als je daar bovenaan zit, dat is toch diep zat? Ja, dat is zo, ja. Je kan nu al niet best zien. Maar het plateau waar die mensen was, dat was zeg maar helemaal dicht. Het was sowieso allemaal wel dicht. Ja, oké. Okay, maar daar bij die lui, dat kwam ze leuk van het dier. Oh, die luiken zijn. Ja, ze hebben daar één luik, maar er zaten verschillende luiken door het hele. Ja, maar was zo'n luik als dat. Ja. Waar die tralies en zo. En waar is dat kruis? Maar het plateau, zeg maar, waar die mensen staan, dat was zeg maar een gedeelte van het slagveld. Dat is het slagveld. Ja, oké. Okay. En die lag gewoon vol met zand. Ja. En zodra het zand het bloed echt niet meer absorbeerde, dan werd het een keer vervangen. Maar dan was je heel wat gevechten verder, hoor. Oh ja. Dus niet zoals dat je in de film ziet dat er iedere keer keurig zand ligt en een spatje bloed en het wordt vervangen. Nee. Zodra het niet meer absorbeert, dan wordt het pas vervangen. En misschien nog wel drie vechten later. Maar. Daar voor mij is Oud-Rome. Oh wacht, we hebben niet meer een liggend huisje. Waar is kaart? Daar ben ik nog een. Ik heb ook wel een kaart. Uitklapding. Ik heb ook nog een kaart, hoor ik. Met die dingen past. Zo, dag 5. Sorry, ik werd even afgeleid. Dag 5. Terugreis weer terug naar Nederland, naar Zinnaveen. Het was een mooie week, ik heb echt genoten. We hebben meer dingen gezien dan we dus verwacht hadden. Het mooiste vond ik het Colosseum. De Vaticaan vond ik ook heel mooi. Klein kerkje trouwens. Vaticaan, klein kerkje trouwens.
Nee, dat was heel groot. Echt heel groot. Ik denk dat die weer van Krasine vinden wel dat 5 keer in pas als hij meer is. Dus, en wat vond mijn zus ervan? Ja, mooi. Mooi. We zijn... oh, daar zitten ze. Nou ja, even nog een uitzicht van buiten bekijken. Nog heel eventjes, het is een vliegveld hier achter mij. Er staat ergens een vliegtuig geparkeerd. Even kijken, ja, zo mooi. Nou, ik kan het niet zien, denk ik. Oh, hier. Die moeten wij trouwens niet hebben. We hebben een andere. Maar goed, ik ga hier bij de vlog ook al direct afsluiten. Dus, dit was zelf met vlog nummer 46. Peace out. Yo.